Welkom bij een nieuwe DIY. Vandaag ga ik iets doen met deze leuke letters. Ja, dit is echt een leuke lentachtige DIY. En ja, hij fleurt je kamer helemaal op. Wat je nodig hebt is dus letters. Deze kocht ik bij de Xenos. Maar ja, je hebt ze tegenwoordig wel op meerdere plekken en in meerdere formaten. Ik kocht de letters DIY omdat, nou ja, past bij mijn blog. Verder heb je nodig neppe bloemetjes. Ik kocht deze bij de Action. Deze had ik nog. En dit is een accessoire wat ik niet gebruik. En hier zitten ook bloemetjes op die ik kan gebruiken. Dus dat ga ik gebruiken. En ik heb wat witte acrylverf waarmee ik de letters wit ga verven. En dat is het eerste wat ik ga doen. Wat je verder ook nog nodig hebt is natuurlijk de kwasten voor bij de acrylverf. Een schaartje om je bloemetjes mee af te knippen. En lijm. En je kan het beste een lijmpistool gebruiken omdat dat gewoon het makkelijkst werkt in dit geval. Dus laten we beginnen. Deze gaan we nu een wit kleurtje geven. De letters zijn nu gedroogd. Ik denk dat ik zo tevreden ben. En anders kan ik altijd nog de achterkant nog een keertje verven. Maar nu deze klaar zijn, is het tijd om aan de slag te gaan met de bloemetjes. Ik heb deze bloemetjes speciaal bij de Action gekocht voor deze DIY. En ik ga ze er nu afknippen. Dus ik heb de bloemetjes geknipt en ik denk dat dit wel genoeg is. Dus we kunnen over naar de volgende stap en daarvoor ga ik nu mijn lijmpistool aanzetten. Dus het lijmpistool staat nu aan en de bloemen kunnen erop geplakt worden. De laatste letter is af. En dit is het eindresultaat. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als je hem leuk vond, doe zeker een duimpje omhoog. Laat in de reacties weten wat jij van deze DIY vindt. En als je vaker video's van mij wil zien, dan kun je je abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!